Goedendag dames en heren, mijn naam is Joel en fijn dat jij de tijd hebt genomen om te kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we kijken naar de top 5 schokkende beelden. De filmpjes die jullie zo meteen gaan zien heb ik allemaal gevonden op YouTube en verzameld voor deze video. Dus laten we gauw beginnen. Goed, je kent het wel, je bent met je vrienden onderweg ergens aan toe en je gaat dus een beetje rijden. Dat dachten deze gasten ook. Nou, deze groep die besloot dus te gaan rijden naar een bos. En ze beginnen te rijden totdat ze bij een paaltje komen. Dat paaltje staat er om auto's te stoppen, om niet verder te kunnen rijden. Maar wat doen deze gasten? Tillen het paaltje op en rijden vervolgens verder. En ze gaan maar dieper het bos in, dieper en dieper. Misschien hadden ze deze weg genomen omdat de weg misschien korter is naar hun bestemming of wat dan ook. Dat zou zomaar kunnen. Goed, en ze blijven maar rijden totdat ze bij een volgende paal komen. En ook die tillen ze omhoog en ze rijden vervolgens verder. En vervolgens zien ze een aantal borden voorbij komen, maar één bord trok hun aandacht. Ze stappen uit de auto en ze horen in één keer een heel raar geluid. En ook nu lopen ze verder het bos in. Maar dat hadden ze nooit moeten doen, want wat ze toen tegenkwamen is best wel eng. Ja, je hebt vast wel mensen om je heen die muziek kunnen maken of die muziek spelen, maar dat moet je nooit eigenlijk buiten doen in Maleisië. En waarom? Dat ga je nu zien. Oké, de camera kwaliteit is echt crap, maar in ieder geval, als je kijkt naar de beelden, je ziet dus twee jongetjes die dus een beetje muziek maken op een soort van dakterrasje. Ik bedoel, als je zoiets ziet, dan zou je toch gelijk wegrennen, maar deze gasten speelden gewoon door en de cameraman ziet het wel, maar de jongen die de gitaar speelt, ziet het weer niet. Zoals altijd. Of het nou echt of nep is, dit is best wel eng. Oh, wow. Echt, ik een pop. In de volgende video zien jullie een man. En deze man die komt van zijn werk en die loopt dus als het ware naar huis toe. Totdat hij in één keer iets hoort. Hij staat stil bij het hek en vervolgens hoort hij een aantal geweerschoten. En een heel raar geschreeuw en gebrul. En hij weet niet wat het is. En je ziet ook het paniek in zijn ogen. Ik zou zeggen, laten we even kijken naar de beelden. I'm a couple hundred feet from my house. And you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Nadat hij dit heeft gehoord is hij gelijk naar huis gegaan en op de dag van vandaag heeft hij nog niks raars gehoord meer of heeft hij niks meer vernomen meer in het bos. Dus ja, wat het ooit zal zijn geweest, dat zullen we nooit weten, maar het is best wel schokkend. Ik weet niet of jij wel eens op een kantoor hebt gewerkt, ik heb er wel eens op gewerkt en dat kan soms best wel eng zijn. Namelijk op deze camerabeelden zie je twee mensen die ergens werken op een kantoor, zie je lopen in de lift en je denkt van oké, niks raars, ze lopen gewoon naar de lift toe en dat is ook gewoon heel normaal. Totdat er iets gebeurt, dat is meestal. Ik weet niet wat het is, maar het is best wel schokkend. En of het nou echt of nep is, het is best wel schokkend. Ik bedoel, het had zomaar je oma kunnen zijn of iemand die je zou kunnen kennen en een spook, I don't know what. Als ik zou omdraaien en ik zou dat zien, dan zou ik serieus gelijk wegrennen, dat weet ik wel. Maar ik weet het niet. Wat vinden jullie ervan? Plaats hieronder in de reacties, ik ben daar nieuwsgierig naar. Je kent het wel, misschien heb je een broertje of een zusje en je bent lekker aan het spelen in de woonkamer totdat je dit meemaakt. Namelijk, deze twee kinderen gingen lekker spelen in hun woonkamer en, een van de twee dacht van ik ga het filmen. Maar op dat moment gebeurde er best wel iets geks, namelijk dit. Are you sure? I don't think so. Yeah! What's that? Nadat deze video is opgenomen zijn de kinderen gelijk naar buiten gerend en zijn ze vervolgens niet meer het huis meer binnen gestapt. En ja, is het huis eigenlijk als het ware een soort van spookhuisje geworden? I don't know what. Ik vind het, niet naartoe gaan. Dat is mijn advies. Niet leuk. Goed, dit waren weer de top 5 lijstje van deze week. Heb je nou een top 5 lijstje en denk je nou van, die moet je wel een keer in zijn video doen en behandelen. Laat het eventjes onder weten in de reacties en misschien dat ik dan wel de volgende keer daarover ga praten. Vond je dit nou een leuke video? En wil je nou dat ik meer dan soort video's maak? Geef dan een blauw duimpje, abonneer op dit kanaal en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En dat was hem weer. Ciao!